allemaal hartelijk welkom. We zijn hier vandaag bij elkaar gekomen. Aqua Omega hier met het schip de Hendrik Karsen. En u bent hier gekomen om afscheid te nemen van een dierbare. Een dierbare mens, een dierbare dier. Hoe dan ook, iemand waar u veel van heeft gehouden of nog steeds van houdt natuurlijk. Wij zullen straks uitvaren de zee op richting Parnassia. Dus we gaan bakboord uit. We zoeken daar ergens een mooi plekje uit. Daar zullen we gaan stil liggen. Daar zullen we naar het luiden van de bel, 4x2 glazen, zullen wij beginnen met het verstrooien. Iedereen wordt één voor één verstrooid. Je ziet hier een aantal urnen opgebaard, bloemengroeten. En dat zullen wij dan ook doen straks. Dus als wij een verstrooien doen met een bloemengroet, dan heb ik de bloemen hier in mijn hand, of mijn collega daar. Dan wordt de as verstrooid en daarna wordt het leven met even naam van de familie. Als de laatste verstrooiing heeft plaatsgevonden, dan hebben wij de witte rozen, die wij namens Aqua Omega op water zullen gedaan. De plek, symbolisch op de plek waar de verstrooiing hebben plaatsgevonden. De elastiek zal er met al wat af. Deze bloemen blijven drijven, net zoals de andere bloemen. Dus, maar dan maken wij een mooie cirkel rondom de plek waar de verstrooiing hebben plaatsgevonden. Als laatste groet, de drie keer de scheezel er tegenwoordig gebracht. Drie lange stoten, waarvan de laatste lang is dat de voorgaande. Dan gaat de vlag die nu half mast hangt, gaat weer in top. En we varen terug naar de haven. Vandaag, ik meld het maar even, ontstikt van wat is dat nou? Hebben wij ook olifijn meegenomen. Dat is een gesteente dat als eigenschap heeft om CO2 om te zetten in kalk. Dus in deze zak hier. We gaan vandaag dan ook voor het eerst 120 kilo olifijn verstrooien op zee. Die zorgt ervoor dat de zee minder zuur wordt. Ik heb uitgebreid gesproken met de professor die zich daarmee bezig heeft gehouden, die steeds mee bezig is. En we zorgen ervoor dat wij de ritten die wij doen met onze auto's voor het ophalen van de as en de uitstoot die wij op dit moment doen als wij op zee varen, gecompenseerd worden. Wij zijn klaar voor vertrek. Mijn collega Leon die zal de filmcamera verstrooien. Daarvoor heb ik een pak nodig, vind ik. Mike. Collega, die is ook langs het crematorium gegaan vandaag. Ik zal wel de verstrooiing doen samen met mij. U heeft al kennis gemaakt met de kapitein, de baas van het schip, ja, dat ben je wel. Dat is Joop. En de stuurman, dat is Niels Hutsmulder. Mijn naam is iedereen die daarvoor is bij u. Heel veel sterkte. En ik wou eigenlijk zeggen, vaarwel. Kastje naast ons bed, jouw foto neergezet. 'S Avonds voor het slapen gaan, dan kijk ik jou nog even aan. Jouw liefdevolle blik vertelt me dan dat ik met een glimlach om je mond in jou mijn grote liefde vond. Als ik terugdenk aan die tijd, heb ik beslist geen spijt van dingen, dingen die ik misschien heb laten liggen of te laat heb opgeraapt. Ik heb geen spijt van ons verleden, van alles wat we altijd samen deden. Er is maar één ding dat me spijt. Jou moet missen, voor altijd. Toen wij begonnen met z'n twee, had ik nog werkelijk geen idee hoe het zou zijn alleen met jou en wat de toekomst voor ons brengen zou. We waren altijd bij elkaar, het ideale liefdespaar. Jij was de zin van mijn bestaan, maar daar kwam plots een einde aan. Ligt er ook. Die ligt op wacht, zoals de naam het al zegt.
hebben op dit moment hoog water. We varen nog een stuk door. Deze vaart gaan wij olifijn verstrooien hier op zee. En olifijn is een gesteente wat de verbinding aangaat met CO2 en dat omzet in kalk. En het heeft de eigenschap hier om de zee minder zuur te maken. Dus wij gaan onze bijdrage, gaan wij ook echt fysiek, kan ik zeggen, want wij doen de handeling. Maar wij verstrooien dus olifijn tijdens deze vaart. 120 kilo, dus zet 120 kilo CO2 om, neutraliseert 120 kilo CO2. En dat is, ik heb het een beetje berekend, mag reageren of ik heb verkeerd berekend. Dat is voldoende voor de 800 kilometer die wij hebben gereden met onze HVO 100 dieselauto's. En het schip die nu vaart ook op HVO 100. Nou, we lopen even naar achteren toe. Daar zien wij een van mijn collega's de olifijn verstrooien op zee. Positie hebben we bereikt. Het schip is hier zo goed als mogelijk is gaan stilliggen. De neus in de golven. En de wind komt ook uit die richting, uit het westen. En, nou, op deze manier liggen we rustig. En Zandvoort is goed te zien. Bloemendaal. Parnassia. We liggen ter hoogte van Parnassia. De positie waar we nu liggen, die ga ik ook omslaan. Op onze website. Het is 14:50 uur. Ik ga de scheepbel luiden en dan gaan wij beginnen met de verstrooiing van de as. De verstrooiingen voor de huisdieren plaatsgevonden. Ik ga deze bloemen goed geven namens nabestaanden voor een geliefde huisdier. Een kaart, mooie bloemen erbij. I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying like a bird across the sky. I am flying, passing high clouds to be near you, to be free. Het zeegraf weer. Zal de schipper er een cirkel omheen varen en als de cirkel vertoot is, zullen we drie keer de scheepsrol tegenwoordig brengen. Drie lange stoten, waarvan de laatste lang is dan de voorgaande twee. En dan gaat de vlag van een mooie plek hier. Ik ga nu de bloemengroet geven namens Aqua Omega. Witte rozen, die blijven drijven. Geef symbolisch het zeegraf weer. Zal de schipper er een cirkel omheen varen
En als het cirkel vertoot is, zullen we drie keer de scheepsrollen tegen horen brengen. Drie lange stoten, waarvan de laatste lang is dan de voorgaande twee. Dan gaat de vlag die nu half mast hangt, gaat weer in top. En varen we terug naar de haven van IJmuiden. Bloemengroet namens Aqua Omega en iedereen die vandaag hier op zee achterblijft. In top gehezen. Er zijn geen overledenen meer aan boord. We verlaten deze mooie plek hier op zee. Verlaten wij en we gaan weer terug naar de haven van IJmuiden. We hebben kunnen zien hoe wij olievijn hebben gestrooid. Hier vandaag op zee. De zee weer te zuur te maken. En onze CO2-uitstoot te compenseren op een manier die we zelf verzorgen. Ikzelf wens mij u heel veel sterkte. Bedankt voor het vertrouwen. Salut!